welkom bij een nieuwe vlog, dames en heren. Vandaag is het een dag. Het is dinsdag, denk ik. Ik heb geflowd in welke dag het is. Dinsdag 18 juli, safe. Ik sta weer voor mijn raam omdat ik pakketjes heb besteld. En er moeten vandaag nog wel 3 pakketjes toekomen of 2. Maar ik zie nog niks in mijn brievenbus liggen. Misschien moet ik even kijken, want ik ben niet zeker of er iets in mijn brievenbus zit, maar ik denk het niet. Niks. Er zit helemaal niks bij je brievenbus. Echt gewoon niks. Maar ik zie dat de postbode daar is. Ik weet niet of jullie hem kunnen zien, maar ik zie daar dus een busje staan van PostNL. Dus als die meneer even heel snel naar hier komt, dan ben ik blij. Beter komt hij even nu snel naar hier, want daarin zit er iets wat heel deze vlog gaat bepalen. En dan gaan we heel vette dingen kunnen doen. En ik ben er heel excited voor. Dus let's fucking do this. Pikwis van de dag is vandaag iets heel speciaal. Iets wat ik nog nooit echt heb kunnen tonen, maar dus het is een videofragment. Check hier maar naar. Ik vind het zo'n mooi ding wat je hebt hier. Wil je ook even tekenen? Ja, ik moet meteen denken aan mijn zoon. Die maakt dat, die doet dat zo. En dat is dan zo'n visje. En dan doet hij er. Ik weet niet of ik dit wil weten. Bo, dit is mijn. Dat noemt hij dan een pikvis, zegt hij dan. Dus de hele schip staat helemaal vol. What the fuck? Dat is RTL Late Night. Ik bedoel, misschien was de pikvis niet echt een topic. Hij heeft het dus wel over gehad. En hij zei dus wel van, hey, mijn zoon tekent vissen met een penis. I got you, man. I got you. Dus vandaag echt heel erg mooi weer. Mijn haar is nog altijd heel erg kaal. Maar oké, dat maakt niet uit. Kom alsjeblieft naar mijn huis, PostNL, leverancier, meneer, alsjeblieft. Alsjeblieft, ik wil mijn pakketje en als ik het vandaag niet krijg, dan. Vandaag is het echt super mooi weer, dus als ik dat pakketje morgen krijg, als het slecht weer is, dan heb ik er echt helemaal niks aan. Alsjeblieft, vandaag zo perfect zijn, alsjeblieft. Zolang ik mijn pakketje niet heb, moet ik mij bezighouden en ik heb een vlindermes gekregen van een andere YouTuber. Dus hey, Ryan, thanks voor dit vlindermes. Echt dom dat je dat aan mij hebt gegeven, want ik ben echt, weet niet, ik ben echt bezeten door messen en zo en ik speel hier echt veel te graag mee, dus. Nog bedankt voor deze leuke butterfly knife, als er nog één keer iemand stoer doet, joh. I got you. Dus ik ga nu eten, want het is 12. Ik heb nog geen kleren aan en ik ben ook nog niet gedoucht. Alsjeblieft, stop. Ik woon hier. Nice. Het is hier. Nice. No, het is hier. Yo. Die. No, wat doe je? Ik woon hier. Het is nummer 22. Oh, hij is niet mijn huis. En hij is ook niet mijn pakketje. Ik wil gewoon mijn pakketje. En zo. Mis ik weer mijn pakketje. Kijk, ik weet niet waar het nog gaat gebeuren in deze vlog, maar ik ga nu, weet ik veel, niet meer wachten op mijn pakketje. Douche. Geluk. Er komt nog een postbode. Straks, binnen 10 minuten. Snel douchen. Wow. Oké, leuk. Douchen met dit haar is wel echt geweldig. En als het nat is, ziet het er echt vreselijk uit. Maar hey, thanks. Ik heb niks groot besteld. Dat is die krabpaal. Je moet die krabpaal nog in elkaar steken. Ja. Dat is niet, jawel, dat is niet, dat is die krabpaal. Ja, zie. Ja. Oh, fuck. Ja, dat is niet mijn pakketje. Maar jij bleef tussen. Nope. Hij bleef tussen. Nope. Ik ga nu weg. Wanneer? Allee. Kijk, mama, haar naam staat erop. Dus hij is niet voor ons. Dus jij moet hem aftekenen. Ik dacht, dat is mijn pakketje. Dat is niet mijn pakketje. Uit, we hebben het zitten. Auto's van de dag. Ik heb een hemdje aan van Moschino. Moschino, ik weet niet goed hoe je het uitspreekt, maar oké. Ik heb weer die virtual handy aan. Ik heb een hangertje aan van echt goud. Wow, balling. Versace ring. Een of andere skere broek van, I don't know, Levi's of zo. Riem die ik eens heb gestolen van iemand. Adidas sokkies. En ik ga gewoon weer mijn Spitfire rugzak meenemen. Deze rugzak is echt al 15 jaar oud of zo. Still rocking this. Oké, let's go. Man, hier, hou vast. Camera, man. We zijn aangekomen in een nieuwe tuin. Dit is de tuin. Daar staat een heel mooie plant. We hebben ook kokosnoten. We zijn nog altijd in Blankenberg, maar snap je, het is een beetje Hawaii op dit moment. Ja, ik weet niet echt wat ik moet zeggen. Het is een chill de middag, het is warm. Het is chill, kom weer naar het plantje. Dit is dus paardenbloem. Is nog in de kweek, maar ruikt wel goed. Is goed bezig. Wind blaast mooi in deze plantjes. Wacht hoor. Kijk. Ik ga even een foto nemen van de thumbnail. Ik hoor daar hier allemaal leuke dingen gebeuren op dit moment. Straks ga ik nog naar mijn vriendin. Dan ga ik weer weg. Dan kom ik morgen weer naar Blankenbergen. De dagelijkse vlogs zijn helemaal terug. Waarschijnlijk ga ik wel de Pukkelpop. Dus als je me daar ziet, kom niet naar me. Want ik ben altijd een zombie op festivals. Ik loop zo een beetje zo. Wow. Dit is het stuk waar ik niet echt weet wat ik moet doen.
Want ik weet niet hoe ik moet filmen, want ik doe niet echt iets. Ik loop zo een beetje rond. Yo. Wow, oké, ik ben weer even thuis. Ik weet niet, mijn pakketjes zijn nog altijd niet aangekomen. Dat is wack. Maar ik ga nu dus even naar het strand. En het is nog altijd super mooi weer. Waarschijnlijk zien jullie er geen fok van, omdat het heel overbelegd is door de zon. Maar het is mooi weer, dus ik ga naar het strand. Voor die ene keer in de zomer heb ik toch naar het strand gaan. En daarvoor heb ik wel een zonnebril nodig. Yes. Dus we gaan naar het strand in het leuke hempie. Dat is heel leuk. Kijk, er is zon en er is zomer en er is zand. Hey, we gaan naar het strand. Wow, ga aan de kant. Krant, zand. Het is niet zo goed gelukt om gisteren nog te filmen. Het is nu een dag later. Zij is hier ook. Hallo. Ja, dus het is een dubbele vlog vandaag. Want gisteren was er toch geen fok gebeurd. Snap je, ik wacht op mijn pakketje. Dat pakketje was er niet. Het is er nog altijd niet. Het is nu kwart na 12. Ja, yeah. En ik moet nog iets heel vet tonen aan jullie. Ik heb dus dit gevonden in een huis. En dit is een camera. En die is niet echt van mij, maar ik ga die wel gebruiken. En er is zo'n oude, fucking coole, oude camera. En ik ga jullie even tonen hoe die eruit ziet als je aan het filmen bent. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien, maar dat is dus zo'n oude fucking camera. En die heeft zo'n oude slechte kwaliteit. Maar dat is echt super vet. En je moet daar zo'n leuke cassette in steken. Druk een keer op dat knopje daar. Zo, ja. Deze. Doe. Zo, ja, ja. Daar moet er dus een cassetje in. En dat is dus een van de pakketjes die ik heb besteld. Ik heb op een heel rare site besteld. Dus de kans dat het aankomt is vrij klein. Want die site is redelijk illegaal ofzo. En ik heb ook nog niet echt een mail gekregen dat dat verzonden is ofzo. Dus ik wacht daar nog altijd op. Maar ik heb er wel 8 euro voor betaald. Dus hopelijk komt dat ding wel toe. Want ik kan niet filmen met dat ding zonder daar zo'n cassette in zit. Dus dat vandaag mooi weer is. En er weer mensen voor mijn deur geparkeerd staan met een busje. En ik weet niet wat ze aan het doen zijn. Maar misschien moeten ze gewoon oprotten van voor mijn deur. Want bedoel, je mag daar niet parkeren. Dus stomme toeristen, get the fuck out. Wat ik vandaag ga doen sowieso in Blankenberg blijven. Het is weer avondmarkt vandaag, dus sowieso avondmarkt vandaag. Ik bedoel, dat is die shit. Iedereen haat de avondmarkt. Zij haat de avondmarkt ook. Dat is echt niet waar. Je bent nog nooit op de avondmarkt geweest. Ja, wel, inderdaad. Dus waarom zou ik hem kunnen halen? Wil je de avondmarkt zien vanavond? Ja, dat gaat niet, hè. Waarom niet? Omdat ik naar huis moet. Oké. Okay. We gaan misschien wel nog naar het strand, waar jij wil een zwempje doen. Dus misschien wel naar het strand. Ah, fucking no. Eerst douchen. Bah. Tweede keer dat ik ga douchen in deze vlog. Wow, deze vlog is echt origineel. Ik bedoel, jullie zien echt dingen die jullie nog nooit hebben gezien. Tweede keer dat ik douche in deze video. Leuk. Het is een tweedaagse vlog. Vanaf morgen gewoon weer één dag. Ugh. Weet je hoe dat aller kutst is aan het strand? Nee. Zand. Zand. Vies. Ja. Vuil. Vies. Zand. Dit is mijn eigen strandhuisje. Het is niet echt van mij, maar het is wel van mij. Zo in. Papa, we chill hier. Je lijkt op een panda. Dank je. Val dat het mee. Het is eigenlijk. Ja, is nu een good chat. Oké, ik ga eten halen. Ik ben stranddag beurt zo uit. Zeg. Zie jullie daar? Er kopen daar zo'n mensen bloemen. Check. Nice. Wow, wat doe je allemaal? Wat is dat? Money? Ja. Wow. YouTube, money. Amy. Get it. Je staat opnemen? Ja, het is aan het filmen. Kijk. Je hebt een hele mooie bikini aan. What the fuck? Ik ben thuis aangekomen en ik heb goed nieuws, want het eerste pakketje is gewoon aangekomen. En dat is nog altijd niet die cassettes voor de oude camera, maar het is wel een trui. Echt een fucking vette trui. Ik weet niet of jullie de trui nog kennen met de virtual hand, die zo met die middelvinger die dat zo in het midden stond. Jullie vonden die allemaal fucking vet. Datzelfde merk van Boord, links in de beschrijving, heb ik nu echt een trui gekregen waarvan ik zelf echt dacht, wow! Wow, that's very nice trui. Kijk, jullie kunnen nu nog niks zien, maar ik ga hem op tafel leggen. Dat is deze witte trui en er staan allemaal draken op in het blauw en in het rood. En overal op de trui staan er allemaal draken zo. Niet eens in het midden of zo, gewoon echt random plek op deze trui staan er allemaal fucking vette draken. Woo. Deze doet me een beetje denken aan Beyblade. Deze eigenlijk ook, maar oké. Deze trui is echt eng. Ik bedoel, deze is echt fucking eng. Hiermee wil ik echt gewoon gekke dingen doen. Thanks, Bord, voor deze geweldige trui. I like it so much. So good. En we hebben ook een nieuwe krabbal. Ik bedoel, mijn kleine kat kan hier waarschijnlijk niet eens in, man. Ze is er veel te klein voor. Maar ik bedoel, als ik een kat was, ik zou ook in dit huis willen wonen. Ik bedoel, dit is echt fucking vet. Ik bedoel, er hangt hier een balletje en zo. En wow, dit is een nice krabbal. Yeah. Het is tijd voor eten. Weet je hoe dat je in het West-Vlaams eten zag? Weet je? Ik weet waarschijnlijk niet hoe dat je het West-Vlaams eten zegt. Weet je het West-Vlaamse woord voor eten? Boef! Tjaaptj! Ik heb wel stom, waarom mijn nieren zijn? Oké. Dit is een boeftj. Boeftj? Boeftj. Boeftj.
Oké. Het is tijd om de avondmarkt te gaan, want het is avond en er is een markt in Blankenberg, dus het is avondmarkt. Het is kei! Oké, het is helemaal verkeerd gegaan. Het is nu een half uur later, of toch 1 uur, minstens. En ik ben buiten gesmeten, of toch weggestuurd. En echt volledig gewoon bijna weggedragen, omdat ik een fidget spinner probeerde te stelen bij zo'n Indische mensen of zo. En ik nam die fidget spinner en ik dacht van, I got it. En er stond er zo iemand voor me en ik dacht zo van, what the fuck. Dus ja, nu ben ik weer thuis. Ik ga slapen. Dit was de tweedagse vlog. Vond je die leuk? Smijt je zeker een duimpje omhoog. Ik ben Acid. Ik ga nu in mijn bed gaan liggen. En ik ga slapen. Want daar heb ik zin in. Dus get the fuck out.